Welkom bij de podcast De Verliescirkel. Ik ben Hanneke Fiddelaars van Expertisecentrum Omgaan met Verlies. En samen met Riet Fiddelaars Jaspers maak ik deze serie. We voeren gesprekken en interviews over verlies op vele gebieden van het leven. Je kent Tim Overdiek misschien nog uit de tijd dat hij journalist was bij de NOS. Tim verloor in 2009 plotseling zijn vrouw Jennifer. Hij schreef hier het boek Tranen van Liefde over. Onlangs is zijn nieuwe boek verschenen, Als de man verliest. Dit boek gaat over hoe mannen met verlies omgaan en schreef hij samen met Wim van Lent. Riet sprak hem enkele weken voordat het boek uitkwam. Ik ben Riet Fiddelaars en ik ben deze ochtend naar Amsterdam-Zuid gegaan, lekker per trein, naar Tim Overdiek, naar het huis en de praktijk van Tim Overdiek. De loodgieter is net vertrokken, dus we kunnen beginnen, Tim. Ja, geen lekkages over ons af. Geen lekkages, we kunnen gewoon aan de slag. En als ik jou introduceer, dan zou ik zeggen van, je bent 30 jaar, heb je in de journalistiek gewerkt en ik zag op jouw site staan, journalistiek verhalen vertellen. Je bent nog meer verhalen vertellen, je schrijft boeken. En je bent therapeutisch coach. Ja. Als jij nou op een feestje komt en er wordt aan jou gevraagd van, wat doe je in het dagelijkse leven, wat zeg je dan? Oh, dat is meteen een gewetensvraag, want dan moet je kiezen tussen therapeutisch coach of schrijver. Ja, dus dan is er al een dilemma. Ja. Kijk, waar ik nu het meest mee bezig ben, is met mijn praktijk hier in huis. Dus ik ben dan therapeutisch coach. Ja. Maar als journalist voel ik me vaak ook al meer schrijver dan journalist. Maar dat is toch. Je zegt niet makkelijk van jezelf dat je schrijver bent. Terwijl ik dat eigenlijk het liefste wel ben. Ja. Ja. Spelen met taal. Maar durven vertellen dat je schrijver bent, best een dingetje. Hoewel ik niet met wat boek heb, dat best mag zeggen. Ja. Met welk boek bedoel je dan? Nou ja, ik heb twee boeken uitgegeven. Ja, daarom. Het is de derde, komt eraan. Ja. Dan bedoel ik een boek wat nog geschreven moet worden. Oh, dan komt er nog eentje achteraan. Ja, de grote roman die ik echt een keer wil schrijven. En dan is het echt gewoon de literatuur. Oh, de boeken die ik nu geschreven heb, een biografie van een basketballer, 97. Uh-huh. Mijn dagboek, het jaar na de dood van mijn vrouw. En nu Als de man verliest, wat ik met Wim van Lent heb geschreven. Dat zijn vooral non-fictieboeken. Ja. En het echte schrijven, dan heb ik het wel echt over verhalen bedenken. Ja, een fictieboek. Mm-hmm. Dat komt er nog aan. Mm-hmm. Nou, tegen die tijd komen we terug. Okay. Maar nu, eerst eens over die loopbaan. Hè? Van je bent journalist geweest in binnen- en buitenland. En wij leerden elkaar kennen. Ik heb het niet nagekeken, maar een aantal jaren geleden. Ja. Naar aanleiding van jouw boek Tranen van Liefde. Was er een congres over mannen en rouw. Ja, echte mannen huilen niet. Echte mannen huilen niet. Klopt, zo heet het. Wim was daar ook bij betrokken, Wim van Lent. Ja. En daar sprak jij. En sinds die tijd is er volgens mij wat gebeurd. Klopt dat? ja, behoorlijk. Nou, dat is nog lang geleden. Want het boek was uit. En ik had me voorgenomen om na de publicatie van het dagboek eigenlijk niet dat lezingencircuit in te gaan. Niet als een soort beroepswedenaar naar buiten te treden. Ik wilde het boek de wereld in gooien en dat moest dan maar zijn werk doen. Ja. En pas jaren later ben ik me gaan realiseren dat ik met dat boek en met die ervaring, de dood van Jennifer, dat ik daar wel wat mee kon. Mm-hmm. Dus pas 7 jaar later of zo, denk ik, kort in 2015 was het jaar dat ik 50 werd. Mm-hmm. Toen dacht ik ook, 6 maanden onbetaald verlof, ik ga eens even nadenken wat ik wil doen in de rest van mijn leven. Mm-hmm. Wil ik iets met die ervaring? En wil ik iets anders doen dan journalistiek? Ja. Dus de leeftijd, dat ik een beetje klaar aan het komen was met de journalistiek. Het is mooi geweest. Mm-hmm. En dat ik wist van, in dat verliesverhaal, daar zit mogelijk een nieuwe richting. Ja. Dat kwam samen. En dat leidde ertoe dat ik bij Phoenix de 3-jarige opleiding ben gaan doen. En toen, na het eerste jaar, wist ik van, oké, begeleiden. Dat is leuk. Dat gaf mij energie die ik in de journalistiek al aan het verliezen was. Ja. Ik dacht, en toen was de keuze eigenlijk snel gemaakt. Mag ik nog even terugkomen op want ergens werd je door iets anders geroepen dan de journalistiek. En dat je zei van, ik wil een andere keuze gaan maken. Kun je nog teruggaan naar wat maakte dat je dacht van, misschien moet ik hier iets mee?
Maar vooral, het was een verlangen. Een verlangen naar vrijheid. Mm-hmm. In de journalistiek heb ik meer dan 30 jaar me laten leiden door de nieuwsagenda. En altijd de belletjes, er is nieuws, je moet erop af. Of je moet dan en dan op de redactie zijn. En daar was ik eigenlijk wel klaar mee. Mm-hmm. Ik wilde gewoon weer eigenlijk de vrijheid in mijn eigen leven hebben. Mm-hmm. En de journalistiek werd steeds meer in de herhaling van zitten. Mm-hmm. En in het verlangen naar die vrijheid wist ik ook van oké, het leven kan kort zijn. Jennifer is 41 geworden. Ik ben nu 50. Ik ga me echt niet meer conformeren aan een carrièreverloop wat veel van mijn collega's bij de NOS gewoon keurig bleven doen. Mm-hmm. Daar heb ik geen zin in. Mm-hmm. Ik heb echt geen zin in. En dan voel je van, ik wil wat anders. En toen dacht ik terug aan het moment dat ik 29 was, toen ik bij de Volkskrant werkte. En Jennifer naar New York was gegaan en ik haar achterna ging. En op dat moment dacht ik van, ik ga de liefde achterna naar New York. En de hoofdredacteur van de Volkskrant zei toen van, ah Tim, dat is een goed plan. Maar als je ontslag neemt en je gaat naar New York, denk wel aan één ding. Denk aan je pensioenopbouw. Uh-huh. Toen wist ik meteen van, oké, ik moet weg hier, ik moet mijn ontslag nemen, ik ga weg. Want daar zat ook dat verlangen naar vrijheid en liefde verborgen natuurlijk. En dus dat was op klem in eigenlijk, toch? Ja. Door wat hij zei, zorgde hij er juist voor dat je dacht, ik maak me vrij. Ja, precies. Pensioenopbouw, ik was toen 29. Ja. Ik ben nu 54. En 2 jaar geleden heb ik ook mijn ontslag genomen. Uh-huh. Zonder enig uitzicht op een nieuwe loopbaan. Maar wel de vrijheid die mij veel meer waard is dan welke pensioenopbouw dan ook. Ja, dus zo'n sprongwagen, dat is jou wel... Spannend. Toevertrouwd. Ja, vooral. Ook binnen de journalistiek heb ik veel banen gehad. TV in Londen, radio in Washington en andere dingen. Hoofdredactie. Waarvan ik dacht, dat kan ik misschien helemaal niet. Dat maakt het spannend. Dat het fout kan gaan. Ja. Dat maakt me scherp. En dan wordt het interessant voor mij. Ja. Ja. En therapeutisch coach, hè? Hetzelfde, hè? Als ik spannend. Ja, precies. Je moet maar cliënten krijgen en voldoende verdienen. En nou ja, je kan het ook afwisselen met andere werkzaamheden, dat weet ik ook wel. Schrijven. Dagvoorzitter van congressen, mm-hmm. hè, zo kan het ook. Maar als ik het goed begrepen heb, ben je als therapeutisch coach, hou je vooral, of misschien het liefst, bezig met mannen. Ja. En mannen en verlieservaringen, klopt dat? Ja, verlies, tegenslag, ja. Ja. Mannen. Ik heb wel gemerkt inmiddels dat er een grote behoefte is aan mannelijke therapeuten. En dat mannen het best fijn vinden om bij een man te zitten. Ja, maar ik ben blij met mannen zoals jij die dit gaat doen. Ja. Nou, het ligt Amsterdam niet meteen naast mijn deur, maar ik heb ook mensen uit Tillen. En ik ben heel blij als ik iemand naar als ik mannen naar een man kan sturen. Ja. Dus ik hoop dat jij echt een voorloper bent van... meer mannen die dit gaan doen. Nou, dank je. Ja. En ze komen ook uit het hele land. Uit Friesland, uit de Achterhoek. Ik heb er 2 uit Limburg. Dus ze komen echt van alle plekken. Ja. Gelukkig is Amsterdam goed bereikbaar. Ja. Dat is wel je voordeel. 10 minuten lopen van Amsterdam-Zuid. Even bij de reclame. Ja, heb ik gemerkt net. Dus je bent er zo. Ja. En wat kom je nou in dat werk tegen? Waar gaat je hart nou sneller van kloppen? Het ligt van de hand dat ik ga zeggen van, nou, laat mij maar met weduwnaars aan de gang gaan. Mannen die echt verlies hebben geleden. Maar dat is helemaal niet het geval. Nee. Ik vind het, ik heb een cliënt gehad, rond 50, die een zwaar hartaanval heeft gekregen. Mm-hmm. Die kerngezond is. En die bij mij komt van, oké, en nu? Mm-hmm. Ik leef, maar wat moet ik, dus die was in dat opzicht helemaal de weg kwijt. Mm-hmm. En dan om met zo'n man aan de gang te gaan, ook met zijn angsten, met zijn twijfel, maar ook met zijn levensdrang en zijn wens om er iets van te maken, terwijl het niet helemaal goed gaat. Ja. Nou ja, en als je dan met die man kunt afpellen naar zijn jeugd en zijn vader en dat hele parcours kunt met elkaar kunt aflopen, daar gaat mijn hart dan sneller van kloppen. Ja. Dat vind ik heel mooi om te doen. Als het dan ook inderdaad ertoe leidt dat deze man denkt, oké, all right. Ik get it, begrijp het. Je begint met, nou niet zozeer de weduwnaars, die zullen ook al komen, zeker. Maar het verlies in brede zin. Ja. He, dus als de dood je ineens op de hielen zit, he, doordat je een hartafwijking of een hartaanval krijgt, noem nog eens wat... Verlies van liefde. Ja. Ja, die maakt ook heel veel mee. Ja. Dat ze er gaan zitten, dat de relatie is afgelopen en dat ze het gewoon niet meer weten. Mm-hmm. We hebben allerlei twijfels en angsten en onzekerheden. En oude trauma's uit de jeugd weer naar boven komen. Ja. Wat ze dan niet zien, maar dat we dan met z'n tweeën daar eens even naar op zoek gaan. Mm-hmm. Dus het verlies is natuurlijk verlies van alles. Dat is ook in ons nieuwe boek Als de Man Verliest voortdurend de thema's. Het is
verlies door middel van dood, maar ook van je werk, van gezondheid, van liefde, van materieel bezit, van werk ook. Mm-hmm. Volgens boek hebben we Falco Zandstra geïnterviewd, de oud schaatser. Mm-hmm. Die dreigt daar failliet te gaan. Nou, en we hebben daarvoor geïnterviewd. En ligt hij met opengesperde ogen naar het plafond te kijken. Met zijn vrouw naast hem. Mm-hmm. Maar met zijn vrouw durft hij niet over te praten. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd denkt hij, ik faal als man. Mm-hmm. Ik verlies mijn bedrijf en dus verlies ik straks mijn huis en mijn kinderen kunnen niet naar school en mijn vrouw alle doemscenario's. Ik faal als man. Ja, uiteindelijk komt het daar dan op neer. Ja. En als je, nou ja, dat zijn. Dat zijn ja, dan schieten de rillingen over mijn rug als ik hem daarover hoor praten. Ook over de manier waarop hij dan met zijn vader daarover aan de slag gaat. Maar hij er niet over kan praten. Mm-hmm. Dat is, en als je dat dan in de veiligheid. Kijk, wij hebben hem geïnterviewd voor het boek. Maar als cliënten binnen de veiligheid van mijn praktijk ook dat soort ontboezemingen doen. Wauw. Dan lopen de rillingen op weer. En dan weet ik dus, daarom doe ik dit vak. Ja. En het zijn deels verhalen die worden gedeeld. Mm-hmm. En als journalist was ik erop uit om het verhaal zo te krijgen zoals ik dat wilde als journalist. Mm-hmm. Maar als therapeut hoef ik alleen maar achterover te zitten. En verbinding te maken. En vertel maar. Wat wil je vertellen? Dat klinkt heel simpel. Ja, klinkt heel simpel. Maar zo simpel is het. Dat is misschien wel het moeilijkste wat er is om dat zo te kunnen. Tijdens mijn opleiding was een van mijn trainers Alexandra Thompson, mm-hmm. die helaas is overleden. Ja. En die onderbrak mij een keer tijdens een supervisie, waar ik toen heel hard aan het werk was, om het goed te doen als therapeut in opleiding. Ja. En toen zei ze, Tim, stop eens even, wat ben je aan het doen? Ik zei, nou, ik ben geconcentreerd bezig. En toen lachte ze zoals alleen Alexandra kon lachen. Van, Tim, therapeut zijn, dat betekent echt dat je helemaal niks moet doen. Ja. Hoe minder je doet, hoe beter. En die les, ik hoor haar nog steeds lachen als ik mezelf betrap in mijn stoel tegenover een cliënt. Dan denk ik, oh wacht even, ik zit te werken hier. En dan hoor ik Alexandra lachen. Ze zit als een engeltje op je schouder dan. En kijkt even mee en fluistert in je oor. Stop even. Ja, en lachen vooral uit. En dan lachen, je volle lach. Ja. Tim, rustig aan. Ja, mooi. Ik hoor je nou een aantal keren zeggen, als je met mannen aan de slag bent, komt onmiddellijk de vader erbij. Mm-hmm. Is dat altijd? Ja. En ik denk ook wel dat dat door mij komt. Mm-hmm. Door mijn eigen afwezige vader. Mm-hmm. Jouw vader is overleden? Vroeger overleden. Ja. Toen ik 13 was, kreeg hij zijn tweede hartaanval, overleed. Maar hij was ook de jaren daarvoor als manisch depressieve man. En door de oorlog getraumatiseerd. Niet aanwezig als vader, als ik eigenlijk wel gewild zou hebben. Mm-hmm. Was geen slechte vader, maar wel wispelturig en grillig en onredelijk. Dus dat is altijd wel mijn verhaal ook geweest. Dus ook jouw zoektocht geweest van de vader achter je. Zeker, ja. Wie was mijn secure base, om het maar zo te noemen. Ja. Zonder me dat te realiseren. Nee. Mm-hmm. En altijd echt terugkijken, kan ik een hele lijstje opnoemen van vader, van mannen op mijn werk die toch een soort vaderfiguur zijn geweest. Ja, dus die heb je wel gehad. Nog steeds denk ik. Ja. Nog steeds heb ik dat. Nou ja, dan zou ik misschien kunnen zeggen van die heb je ook altijd nodig. Ja. 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 Ja, hoewel ik wel wat dichter bij mijn vader zelf ben gekomen de afgelopen jaren. Ook door dit werk en door de opleiding. Mm-hmm. Dat ik wel weet van oké, daar heb ik het te zoeken gehad. Ja. En daar heb ik wel... hij is wel dicht bij me. Je hebt hem wat meer teruggevonden. Ja. 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 Je luistert naar de podcast De Verliescirkel. Vandaag spreken we met Tim Overdiek. We gaan dadelijk nog een keer een tweede podcast opnemen. Specifiek over mannen en rouw. Mm-hmm. Maar ik wil eigenlijk nog een paar dingen vragen over... deze podcast heet De Verliescirkel. Daar staan 6 stappen op, maar dat is wat veel om helemaal te behappen nu. Maar een paar wil ik even met je doornemen. Als je nou kijkt van aan je huidige werk, waar ben je nou echt aan gehecht in je werk? Hoe bedoel je dat, gehecht aan je werk? Wat voor hechting kun je in je werk hebben? Voordat het begint te raaskallen. Ja. Hoe, welk deel van je werk zeg je van, nou, dat omarm ik echt, daar voel ik me, daar ben ik echt mee in contact. Ja. Misschien moeten we het zo zeggen. Ja. Dat zou ik niet kunnen missen. Ja, het is wel, het
Het zorgen voor. Er zijn voor iemand anders. Mm-hmm. Ja. Ik weet niet of je dat als een hechting kunt uitleggen, maar daar... Ik wil heel graag mensen helpen. Mm-hmm. Dat is dan meer een beweging dan een... Maar daar ben ik wel aan gehecht, ja. Dat ik denk van, oké, dit is goed geweest voor die ander. Mm-hmm. En daarmee is dat goed voor mij. Ja, die tweede zit er ook bij. Want het kan ook een valkuil zijn als je de grote redder wilt uithangen. Zeker. Dat is wel mijn script, ja. Dat is zeker een valkuil. Dan moet Alexandra weer komen. Film gaan we op. Ha. Ja. Ja, nee, maar het is wel in het begin, toen ik begon... Ik ben nog maar niet zo heel lang bezig. Nee. Bij 2 jaar. En in het begin was ik gewoon ontzettend aan het werk. Dat ik echt aan een cliënt vraag, nou, die moet waar voor zijn geld krijgen. Dus, mm-hmm. Terwijl de cliënt nog zijn jas aan het aantrekken was om naar buiten te gaan. Ik dacht, als je nog even dit doet en even dat doet. En ik stuur nog een mail met wat... Ja. Vooral als ze uit Zuid-Limburg komen of Groningen. Ja, precies, dan komen ze helemaal. En dan heb ik zoiets die van... Die valkuil kennen heb ik ook gekend. En daar ben ik wel erg van teruggekomen. Want het is vaak, als ik dan ze de volgende sessie vraag van... Hey, is er nog wat blijven hangen of is er nog wat inzicht gekomen... Dan blijkt elke keer weer dat het iets heel anders is dan waarvan ik dacht van... Nou, hier gaan we ons op focussen, concentreren. Ja. En dat is ook het spel, dat is ook wat Alexandra dan meegeeft. Doe weinig, het komt wel goed. Ja. Ja. En als het niet goed komt en het werkt niet, nou ja, dan mag ik dat best bij mezelf uitzoeken. Van oké, wat heb ik hier niet goed gedaan? Mm-hmm. Ik ben ontzettend kritisch op mezelf. Ja. Het is ook wel een, ik zou het geen hechting willen noemen, het is wel een vervelende hechting. Maar ik blijf ontzettend kritisch op mezelf. Ik kan altijd beter, dit heb ik niet goed gedaan. En dat had ik... Is dat je eerste beweging? Dat je eerst kijkt van wat er allemaal mis is gegaan, wat je beter had kunnen doen? Oh, absoluut. Ja, nog steeds. Het boek Als de man verliest. Ik denk van, maar ik stond vorige keer, onlangs ging dat allerlaatste document, manuscript, terug naar de uitgeverij. En ik drukte dus op klik, stuur. Mm-hmm. En van, maar het is helemaal niks. Het is helemaal slecht. Mm-hmm. Dus dat je dus inderdaad over jezelf kunt afroepen, dat ik over mezelf kan afroepen, dit is gewoon helemaal gewoon een kutboek. Is het niet? Het is een hartstikke goed boek. Volgens mij is het een heel goed boek. Ik heb wel wat stukjes gelezen, dus ik kijk er naar uit. Klopt. Maar het is wel nog weer die beweging die ik naar mezelf maak. Van, de eerste beweging haal je jezelf onderuit. Oh ja. Ja. Tweede beweging, derde beweging. Dan hoeft een ander het niet meer te doen, hè? Dus dat, ja. Dus je eigen grootste kritiekaster. Ja. Hey, en Tim... wat heb jij moeten loslaten voor dit werk? Nou, ook dit. Ja, ook dit. Op. Ja, dat loslaten is van, komt wel goed. Mm-hmm. Komt wel goed. Dat ik los heb gelaten is mijn drang om de beste te willen zijn. In de journalistiek heb ik al jarenlang als drijfveer gehad. Want ik moet dan ook echt de correspondent en de presentator en de eindredacteur en adjunct hoofdredacteur kunnen zijn. Daar doe ik het allemaal niet meer voor. Mm-hmm. Ik wil wel de beste zijn in wie ik kan zijn. Ja. Maar niet ten koste van en mijn vrije tijd. En ik hoef echt geen 5 dagen in de week te werken met cliënten. Mm-hmm. Die vrijheid die ik nu... Dat lijkt me ook vreselijk. 5 dagen in de week, 8 cliënten per dag. Ja. Wat sommige mensen moeten. Oh, nee. Mijn ideaal beeld is dat ik 3 dagen in de week cliënten begeleid. Mm-hmm. 4 op een dag. Mm-hmm. Nou, daar kan ik wel van doen. Ja. En dan heb ik 2 dagen in de werkweek om te schrijven, studeren, sporten en dan nog andere leuke dingen. En leuke ontmoetingen. En, Ja, een beetje podcast opnemen hier en daar. Een podcast opnemen, ja. en je zei van, ik ben pas 2 jaar bezig, hè, dus voelt jezelf nog een beetje beginnend in die zin. Kun je nu al zeggen van wat de betekenis is van dit werk? Hè? Je hebt er eigenlijk al iets wel over gezegd. Ja, ik heb al heel veel cliënten mogen begroeten. Mm-hmm. En dan denk ik van, wauw. En echt over het hele spectrum. Ja. Echt, en met de meest tragische verhalen, maar ook de meest mooie, liefdevolle verliezen. Het is jammer dat er bij een podcast geen beeld is, want je zit hier helemaal... Nou ja, ik voel me vereerd dat ook mensen ook vertrouwen in me hebben. Ja. Dat ze hier weggaan. En, nou, tof. Ja. En dan is dan komt... Dat is wel de beweging naar de ander, hè, die je nu geeft. Dat mensen blij zijn dat ze hier mogen komen bij jou. Ja. En wat is de betekenis voor jezelf? Ik ben vereerd dat zij het vertrouwen in mij hebben. Mm-hmm. Dat ze hier terugkomen. Ja. En dat ze uiteindelijk ook weggaan met het idee van, oké, ik ben gegroeid. Mm-hmm. Of ik heb inzicht gekregen. Of ik heb iets geleerd. Of ik heb iets niet begrepen. Ja. Dat gebeurt ook. En dan is dat... er zijn voor een ander, dan is dat wel de betekenis die ik mag geven aan dit vak. Mm-hmm. Ja. Ja.
Je hebt journalistiek vaak gezien als een manier van leven. Mm-hmm. Maar volgens mij is het echt een inhoudsvolle manier van levensbetekenis kunnen zijn. Ja. Voor anderen, maar ook voor mezelf. Okay. Dus fijn dat jij op je 50ste ineens dacht van, ik moet een andere weg inslaan. Ik wil een andere weg inslaan. Ja. 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 Want dit kan wel een tijdje blijven doen. Ja. Ja, zonder dat ik denk van dat moet. Volgens mij kun je hier 80 mee worden. Als je... Dat ben ik niet van plan. Ik wil 80 worden. Ja, 80 worden. Om het werk zo lang te blijven doen. Maar ik bedoel, de mogelijkheid is er, zolang het hierboven goed werkt. Maar... Ja. Ja, dus... Ja. Dat is die niet. Nee. Dat houd ik hier op. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik had je gevraagd om een tekst die je luisteraars mee wilt geven, maar misschien past die wel beter bij de tweede podcast, want je zei die had iets met mannen te maken. Komt dat? Dan bewaar ik hem even. Want eigenlijk ga ik die andere vragen over die stappen in de cirkel niet meer zetten, dus dan is het dan mooi. Een hele mooie tekst, blijf luisteren. Oké, okay. Dankjewel Tim. Graag gedaan. Dit was het eerste deel van het gesprek met Tim Overdiek. Binnenkort kun je luisteren naar het vervolg. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast.